hoopte voor het Belgisch akkoord te gaan. Ik had dat misschien niet uitgesproken, maar eigenlijk wou ik dat wel graag. Maar ja, als ik dan toekom en ik kijk naar het bord en ik zie juist 13e erboven, dat is natuurlijk even vloeken dan. Maar ik kan natuurlijk nog een mooie plaats behalen. En als ik dan zag dat er nog een paar goede renners, ook die plebanie nu op het einde, als ze niet aan mijn tijd komen en daarvoor zorgen dat ik dan een zesde tijd heb, dan ben ik wel heel content. Dat record kan er misschien nog wel komen. Dus. Ja, waar heb je het laten liggen eigenlijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè. De inhaalmanoeuvre was niet ideaal. Ik moest hem in de bocht inhalen. Het is ook de eerste keer op zo'n baan. Misschien mijn lijnen niet 100%. Mijn positie dat ik op het einde wat minder op concentreer. Maar dat is allemaal eigen natuurlijk aan een wedstrijd. Op training lukt het allemaal perfect. Maar als je zo diep gaat, dan is het natuurlijk moeilijk voor de kleine details op te blijven letten. Maar dat is iets dat ik nog op kan werken en verbeteren.